Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Geef alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Morgen hebben we een speciale mededeling. Dus veel plezier met kijken. Vandaag, ik zal even proberen over het geluid heen te komen, is minikamp. Dat betekent dat de dametjes een hele nacht op Maneesjemiddenhof mogen slapen. Naast elkaar. Lig je lekker, Veertje? Nee. Nee, zegt ze. Lig je lekker, Tessa? Ja, dus nou meisjes, wij mogen er niet bij zijn, dus heel veel plezier. Zwaai je maar. Doei. Zo, het is een minikamp. Tessa is ook mee op minikamp en nu zijn ze, Verona, wat zeg ik nou, zijn ze Sterren eventjes lekker aan het vlechten en poetsen en tutten. Sterren wil de hele tijd maar zoenen met Tessa. Vera is Tessa aan het helpen. Ze zijn allemaal hartstikke leuk en gezellig. En de andere kinderen zijn de ponies van de manege aan het poetsen. En mooi aan het invlechten. Kim is aan het helpen daar. Het is allemaal hartstikke gezellig. Nog een half uurtje poetsen en dan gaan ze lekker een hapje eten zo meteen. Zo, de dag erna van Pony Mini Pony Camp. Hoe was het, dames? Leuk. Wat hebben jullie allemaal gedaan? We hebben samen Sterren. Dat hebben jullie ook gezien. Ik heb op Jeroen gereden. Romy, dus Sekje. We hebben dus op elkaar lieveling gereden. Jeroen is niet mijn lieveling. Nee, maar Romy en Jeroen, dat is een setje. Nou, Romy en Jeroen is een setje. Ja. Hebben jullie nog een beetje geslapen, dames? Ja. Ja. Veertje niet, Tess wel. Nee, ik heb gewoon heel tijd gewacht. Oh, nou dat is sowieso wel heel fijn natuurlijk. Goed zo. Vandaag is zondag en Tessa heeft iets gedaan. Wat heb je gedaan? Ik heb bij Sterren een hengstenvlecht gemaakt. Kijk, Tessa's eerste hengstenvlecht. Trots, meisje. Goed gedaan hoor. En dat na minikamp. Ik vind het knap. Vind het mooi, Ster? Zo, Tessa is weer op Vroontje aan het zitten. En ze is oefeningen aan het doen. Om te proberen de benen lang te houden. En Verona op haar zit. En op haar benen harder en zachter te laten lopen. Dat vindt ze nog moeilijk. En geeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar ze moet natuurlijk oefenen voor Jill. Dus dat is aan het doen. Nu zie je de tenen weer helemaal afsteken. Dat mag natuurlijk niet. De tenen horen naar binnen. En ze moet niet aan de teugels gaan hangen. Dus dat zijn allemaal moeilijke oefeningen. Maar ja, kijk de video van Jill nog maar even terug met Tess. Om erachter te komen. Oh, en dan was weer gelop. Om erachter te komen wat Tess allemaal moet oefenen. Nou, we zijn er nog niet, zullen we maar zeggen. Zo, het is maandag. Dus allebei vrij. En morgen of overmorgen gaan we even de video opnemen met onze aankondiging. Misschien dat jullie het al weten. Wie het nog niet weet? Morgen, dus zondag. Hallo meisjes. Ja, ze zijn gewend als ik bij het hek sta, zou het hek moeten komen. Vandaag hoeft het nog even niet. Maar als je het nog niet weet, dan morgen. Dan moet ik jullie vertellen. Dat is spannend. Vandaag zijn de paardjes braaf. Kunnen we rustig aanlopen. In plaats van ze... Oh, dat was van korte duur. Toch maar draven naar een stalletje. De hele bank beweegt als de paardjes voorbij komen. Dat is dan wel weer grappig. Hier op de achtergrond zien jullie dat Rick een computer heeft gekregen. En we gaan nu een kleine unboxing doen, want ik heb een paar dingetjes. Nou, hij is een beetje open omdat Rick een beetje... Hij is al een beetje open omdat Rick dacht van wat heeft mijn zusje nou weer gekregen. En er zit een paard. Zo'n penny, hè? Ja, zo'n penny. Maar hoe doe je zo'n ding? Oh, dat is gewoon penny. Over je hoofd heen. Het is nog niet zo gemakkelijk, hoor. Ik weet niet of ik dit nou zo fijn vind. Of je dit nou zo fijn vindt. Ja.
Hij staat wel heel leuk. Hoe vind je het zelf zitten? Het zit wel oké. Moet die hoger of lager? Nee, hij zit gewoon goed. Oké. Nou, cool. En mijn penning. Nou, maar daar gingen we niet voor. Oh. Dus dat is heel schattig op de voorpagina. Schattig hoor. Dat is toch te schattig. Die pony heeft ook, of die veulentje heeft ook een choker. Oh ja. Van bloemetjes. Nou, vertel, wat is dat? Dat zijn schoenen. Het zijn niet zomerschoenen, het zijn de coolste schoenen die er zijn. Het is reclame. Oh. Denk ik. Oh, je zit er wel de goede maat. Ja. Voor wie het op zijn Instagram gezien heeft, Tess kreeg een schoen in maat 21 binnen. Hadden we verkeerd online gekocht. Halleluja, halleluja. Nou, trek ze maar even aan dan. Nou, mijn schoenen zitten heerlijk. Ik vind ze heel leuk. Tada, handig met die ritjes ook. Woep, woep. Ik had mijn telefoon niet bij me. Het is vandaag woensdag. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ben net op buitenrit geweest met Verona en Duke. Dus niet met Margriet en Famke. Maar met Veroontje en Duke. En Verona heeft bijna de hele weg voorop gelopen. Ja, die is braaf. Dus echt heerlijk. Nou, mag ze nog even met een vriendinnetje lekker in de paddock. Kim heeft 1 jaar gewassen. Dus ik hoop voor Kim dat hij niet gaat rollen. Maar dat beloven we natuurlijk nooit. Jij lekker rollen? Ja, lekker joh. Oeh. Maar lekker rollen. Wel verdiend na je buitenrit. Helemaal braaf. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Geef een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!